mokerslag. Ja? Ja. Waarom is vuurwerk zo belangrijk voor jou? Nou, ik denk niet alleen voor mij. Ik denk dat voor heel veel mensen gewoon het afsluiten van het jaar is. Ja. En dat wordt nu gewoon het laatste anderhalve maand wordt er van je afgepakt. Ja. Terwijl gisteren eigenlijk nog een klein beetje dat we een kans hadden. Maar ja, ik geloof dat de burgemeesters er tegenin zijn gegaan, hè? Ja, die hebben van zich laten horen gisteren. Ja, ja. Ja, ik word een beetje moe van die bruls, die dikke bal gehakt. Die praat altijd, die probeert altijd alles tegen te gaan. Die gaat volgens mij in januari met 26 oliebollen zitten van... Even kijken of we die gasten van de vuurwerk weer kennen pakken. Daar zijn we niet bij, hè? Maar hoe meerdere, die dat meerdere burgemeesters ja, waren maar hier begint natuurlijk al, hij begint voor. Al, in het helft van het jaar begint hij al. Maar dus hieruit maak ik op dat jij het niet begrijpt. Nee, ik begrijp het zeker niet. Want ik denk dat elk vuurwerkslachtoffer is te veel. En dat ik de zorg, die kan ik niet eens kwalijk nemen, want die staan gewoon onder bezet. Dat ken ik aan de heer Gommers, die zijn gewoon onder bezet. Er is geen geld voor. Ze lopen over om er geld aan uit te geven. Ja, geef het aan het ziekenhuis. Er gaan weer nieuwe AZC's worden geopend. Geef aan de ziekenhuizen. Ga eerst je eigen boeren in orde maken. Ja. Dat je voor wat anders begint. Thomas.